Blankenbergen, Blankenbergen aan de Belgische kust. Daar ben ik momenteel vandaag op bezoek voor één dag als dagtoerist, zeg maar. Het is hier vandaag prachtig weer na dagen regen, dus we gaan er vandaag eens van profiteren om leuke beelden te maken voor jullie. Geniet van mijn video, blijf me zeker volgen, want ik heb nog heel wat volgers nodig. Vergeet zeker niet je te abonneren, dat is heel belangrijk. Ik ben Eddy, welkom bij Travel Topper. Het is middag en ik heb ergens gelezen dat hier de beste garnaalkroketten te verkrijgen zijn aan een schappelijke prijs. En dat gaan we zo dadelijk proberen. Hier een beetje verder, daar gaan we naartoe wandelen. Ik sta momenteel hier op het strand van Blankenbergen. Zoals je ziet, het is hier heel erg rustig, maar dit is wel een plek waar niet zoveel toeristen komen. Dit is eigenlijk in de buurt van het Westerstaketsel en het Oosterstaketsel. En daar bevind ik me nu en dan gaan we zo dadelijk op dat Westerstaketsel een korte wandeling maken om daarna te vertrekken naar die prachtige pier hier in de badstad Blankenbergen. Geniet er dus mee van, ik zie je straks nog terug. Zoals je ziet hebben we een sterke wandeling gedaan langs de waterrand en er werd heel veel plezier gemaakt, dus is normaal, is schoolvakantie. Nu, we zijn bijna nu aan de pier zoals je achter mij ziet. We gaan eerst eens iets drinken en dan gaan we daar een toertje maken. Dus blijf zeker genieten en vergeet zeker niet ook mijn volgende video's niet te missen. Dan kan je door je te abonneren op de rode knop drukken en daarna op het belletje. Dat is heel belangrijk, want dan blijf je op de hoogte telkens ik een nieuwe video gepubliceerd heb. En dan gaan we nu verder.
Enfin, zoals gezegd, ik sta hier momenteel op de pier in Blankenbergen. Dat is de langste loopbrug ter wereld met 350 meter. Kan je helemaal tot in zee en kan je echt de golven voelen. Je kan de sterkte van de zee voelen. Nu natuurlijk, dat is alleen bij hoog water dat we echt ver in zee staan. Ik bedoel dan hoog water, niet om pipi te doen, maar hoog water, hoogtij van de zee. Nu waar we nu staan, daar is in 1894 de eerste gietijzeren pier gebouwd. Maar die is spijtig genoeg gebombardeerd in 1914 door de Duitsers. In 1933 is deze pier waar we nu op staan dan terug erop gebouwd en deze is in 2003 volledig gerenoveerd. En dat is wat het nu is natuurlijk. Ze zijn nog een paar werken aan het doen, maar grotendeels is deze dus terug klaar. Voilà, dit was onze daguitstap naar Blankenbergen. Het was een prachtig weer, prachtig om hier een dag door te brengen. Maar het is allemaal zo snel voorbij. Ik hoop dat je genoten hebt van de video. Blijf zeker kijken, mis ook mijn volgende video's niet. Daarom moet je abonneren en daarna op het belletje drukken. Dat is heel belangrijk, want dan krijg je bericht als ik een nieuwe video heb gepubliceerd. Bedankt en maak zeker reclame voor mij. Ciao!